dat is geen goed nieuws voor Twente als hij niet verder kan. Ik heb vandaag mee getraind met de groep. En gaat beter. Ik kan weer alles doen en ik voel me weer fit. In de wedstrijd tegen Feyenoord ben je uitgevallen. Kun je me iets vertellen over hoe jouw weken eruit hebben gezien daarna? Daarna ja, heb ik veel scannen gedaan om te weten echt precies wat er aan de hand was. Ik heb mijn enkel geswitcht, dus ik had schade op mijn enkelband en een spierscheuring opgelopen op mijn kuit. Dus ja, was even rustig de eerste 10 dagen om eerst te herstellen, mijn spier en mijn band. En daarna heb ik weer gewoon, ik moest revalidatie doen en met veel oefening, stabiliteit voor mijn enkel en nu weer op het veld. Morgen is er een wedstrijd tegen ADO Den Haag voor FC Twente. Komt die wedstrijd nog te vroeg voor je? Ja, ik heb alleen één keer meer getraind met de groep, dus ik denk niet dat het verstandig is om morgen erbij te zijn. En, ja, als ik moest met de groep meegaan en zelf op de bank zitten, dan moet je ook rekenen dat je kan invallen. Ben ik nu nog niet zo ver. Zijn creativiteit had Twente zeker in de wedstrijd als vandaag goed kunnen gebruiken. Nasser Chatli. Aanstaande week is misschien een beetje een rare week voor FC Twente. Er staat een wedstrijd tegen Helsingborg op het programma die nergens meer om gaat. Zou dat een goede wedstrijd voor jou zijn om weer wat minuten te maken? Ja, ik denk dat gewoon voor mij mijn doel is eerst een minuut maken zo snel mogelijk. Daarna heb je PSV uit volgende week. Moet ik toch daarvoor een beetje kunnen spelen om deze wedstrijd te kunnen spelen. Vorig jaar ben je er wat langer uit geweest met een blessure. Toen kwam je terug en toen had iedereen het gevoel, nu gaat het gebeuren, want Nasser is er weer bij, Nasser Chatli. Wil je dat ook een beetje voorkomen, dat er te veel op jouw schouders wordt gelegd? Ik denk dat veel van mij verwacht is, want ik heb tot nu toe sterk wedstrijd gespeeld. Voor mijn gevoel. En ja, dat kan wel verwacht zijn dat veel supporters verwachten dat ik alles zal veranderen. Maar we moeten gewoon met elf spelers spelen. En dat is die spel. Voetbal is collectief spel, geen individueel spel. En nu dan? Heel goed ingeschoten door Chatli. Wat was je beste wedstrijd tot nu toe? Groningen, mijn eerste wedstrijd van het seizoen had ik echt goed gevoel over.